Leidsche Rijn Centrum moet compacter om te passen bij de consument van deze tijd. We laten u in deze film zien dat we met 30% minder non-foodwinkels toch een volwaardig centrum kunnen bieden. Leidsche Rijn, het jongste stadsdeel van Utrecht. Vlakbij de stad en centraal gelegen langs de A2 en A12. Met goede verbindingen per openbaar vervoer en voor de fiets. Straks wonen er zo'n 100.000 mensen in Leidsche Rijn. De hedendaagse consument is een druk bezet mens. Koopt veel via internet, maar vindt het ook prettig om in de buurt te kunnen winkelen en te shoppen als vrije tijdsbesteding. De consument van nu houdt ook van lekkere verse producten, eet veel bewuster dan voorheen en wil meer weten over de herkomst van voedsel. Daarom is het een logische stap dat het centrum anders wordt. Compacter en met een goede mix aan food- en non-foodwinkels. We zijn dan ook trots u straks de grootste foodmarkt van Nederland te presenteren. Op de oude plattegrond is goed te zien hoe omvangrijk het plan eerst was met een apart buurtwinkelcentrum. Dit buurtwinkelcentrum gaat er niet komen. De Jumbo Foodmarkt vestigen we direct aan het Brusselplein. Ook langs de randen van het plan gaan we minder winkels maken. Zo gaan we van 38.000 naar 28.000 vierkante meter winkels, met daarboven appartementen en kantoren. Een compact, maar volwaardig Leidsche Rijn centrum, met een onderscheidende foodmarkt, een divers aanbod van non-foodwinkels, gezellige horeca en een prachtige bioscoop. Op termijn kan het centrum naar behoefte dan verder worden uitgebreid. Het nieuwe centrum zal straks beleving bieden, ontmoetingen faciliteren, nieuwe winkelconcepten introduceren met een vooruitstrevende combinatie van on- en offline. Het zal bovenal een centrum worden dat Leidsche Rijn afmaakt en aansluit bij de verwachtingen van de consument van nu en morgen. Een plek waar mensen elkaar willen ontmoeten.